Hoi, mijn naam is Nanne. En mijn naam is Darcy. Je kijkt naar What's New van zaterdag 22 februari. Hey allemaal, wat super tof dat jullie weer kijken. Deze week zit de one and only Darcy Lazar naast mij. Nou, ik ben Darcy. Ik maak filmpjes op YouTube op www.youtube.com/darcylazar. En dat gaat vooral over lifestyle, beauty, fashion. Beetje over mij gewoon. Verder hadden we het de afgelopen week nog hierover. Amy Winehouse, die verdient nu ze dood is, meer dan toen ze nog leefde. De Black Eyed Peas, Mariah Carey en Madonna zijn bezig met een nieuw album. Christina Aguilera en Patty Brad zijn ten huwelijk gevraagd. De Arctic Monkeys zijn de grote winnaars van de Brit Awards 2014. Katy Perry, die is benoemd tot vrouw van het jaar. Miley Cyrus, die schokt ouders met pijpbewegingen op het podium. En onze Heidi Klum, die is weer gespot met haar ex-man Seal. En Patty Brad is niet alleen deze week ten huwelijk gevraagd, maar heeft ook nog eens gezegd dat ze eens een keer in de Playboy zou willen staan. Even een update over Miley Cyrus. Er was dus heel veel promotie over dat ze veel te heftig was op het podium. Ze heeft er zelf vervolgens op gereageerd op Twitter. Ze zei, klagen doen jullie maar bij de McDonald's. Je kan niet zeggen dat je niet gewaarschuwd hebt. Relax en geniet van de show. Ja, en dan iets waar mijn hele omgeving het in ieder geval de afgelopen week over had. Namelijk de overname van WhatsApp door Facebook. Vorig jaar heeft Facebook natuurlijk al Instagram overgekocht voor 1 miljard dollar. En nu was het de bird aan WhatsApp voor 19 miljard dollar. Daar zijn een beetje verschillende meningen over ontstaan, of dat nou goed is of slecht. Heb je er iets van meegekregen? Ja, dat heel veel mensen nu een beetje over gaan stappen naar Telegram. Maar ja, wat nou echt een veilig is? Ja, de mensen die overstappen, die zeggen, ja, ik wil niet dat mijn communicatie allemaal via één mediabedrijf gaat. Dus via Instagram, wat van Facebook is, via Facebook, wat van Facebook is. En dan ook nog eens via WhatsApp, wat van Facebook is. Ze zeggen, het is een veiligere optie. Maar dat is nog helemaal niet echt duidelijk, want het is gemaakt door mensen die de Russische variant van Facebook hebben gemaakt, dus V-contact. En die mensen willen ook geld verdienen gewoon. En het verdienmodel van Telegram is een beetje onduidelijk. Het is een gratis applicatie, er zijn geen advertenties op zichtbaar, dus het geld moet ergens vandaan komen. En er wordt gesuggereerd dat ze die inkomsten halen uit de doorverkoop van je e-mailadressen en van je telefoonnummer. Dus of dat nou zo heel veilig is. Gisteren zagen 2,3 miljoen mensen de finale van The Voice Kids. Ajoep die won en zijn auditie is inmiddels 1,8 miljoen keer bekeken. En met de liveshow, met die finale, maakte Marco Borsato ook meteen zijn rentree op televisie. Hij kreeg een maandje geleden natuurlijk zijn Tia daarmee gekregen. Ja, iets met zijn hersenen. Ja, eigenlijk zo, een beetje een bloedplopje, waardoor het even niet meer werkt daarboven. Niet echt best. Nee. Wat een slecht einde. Anouk heeft vanmorgen een nieuwe single uitgebracht, You and I, samen met Afrojack. Dat nummer had ze eind vorig jaar al gemaakt. En vandaag is die online gekomen. En dan Issa Hoes, die heeft alweer 130.000 exemplaren verkocht van haar boek Toen ik jou zag. Dat boek gaat over haar leven met Anthony Kamerling. Van de week had jij het erover dat Christina Aguilera verloofd zou zijn met haar nieuwe vriendje Rutler. En nu blijkt ze dus alweer zwanger te zijn van die nieuwe verloving. Dat gaat er heel snel, hè. Ze heeft natuurlijk al een zoontje, heet Max, maar ze verwacht dus nog een tweede. Justin Bieber, die is een hele bijzondere samenwerking aangegaan. Hij heeft een duet opgenomen met zijn moeder Patty Malute. Zij zei in ieder geval op Twitter erover, ik heb een fantastische avond gehad, mijn eerste liedje opgenomen, bedankt voor het schrijven ervan. Lief. Ja, en dan een nieuwtje waar sommige mensen misschien heel erg blij van worden. Een nieuwe film van Sex in the City. Leuk, hè? Ze zijn bezig met een nieuw verhaallijn, maar of de film er komt, dat is nog maar even afwachten. Want Sarah is volgens mij heel enthousiast. En Kirsten Davis. Ook heel erg enthousiast. Maar de rest moet... Best? Ja. Oh. Maar de rest moet dus nog eventjes zijn jawoord geven. We gaan lekker door. De afgelopen week stonden helemaal in het teken van de Olympische Spelen. We voelden ons allemaal eventjes een trotse Nederlander. Maar zijn we eigenlijk wel zo ontzettend betrokken en weten we wel wie is? Eline Lohman die ging voor onze straat op van It's Only a Lifetime. En ze vroeg, kennen jullie deze mensen? Hey Nanne, ik ga hier op straat kijken wat de mensen hier weten over de Olympische Spelen. En we gaan ze ook een paar foto's laten zien en ik ben heel benieuwd of zij weten wie het zijn. Hoe heet die? Jorrit nog iets. Oh, Jorrit. Oh, hij heeft goud gewonnen. Dat weet ik niet meer. Hoe heet hij? Even denken. Jorrit Bergsma. Heel goed. Ja. Dat is Jorrit Bergsma. Die heeft gisteren goud gewonnen op 10 kilometer. Jorrit Bergsma. Dat is Tuitert. Tuitert. Nee, is Bob de Jong. Bob de Jong. Wie is Tuitert dan? En dat is Bob de Boer. Bob de Jong, ja. Ja, dat klopt. Bob de Jong. Dat is Bob de Jong. Bob.
heet hij. Die heeft al 5 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Hoe heet hij? Sven Kramer. Ja. Ja, Sven Kramer. Ja, tuurlijk, Sven Kramer. Dat weet ik ook niet. En Irene Wüst. Irene Wüst? Ja? Dat is Irene Wüst, hè? Ja. Irene Wüst. Ja. Oh, dat is Groothuisje, denk ik. Weet je wie dit is? Ik weet het niet. Nou, die ken ik even niet. Even kijken. Heeft hij gisteren gewonnen? Ja. Jan Blokhuis? Ja, dat klopt. Nee, dit is Jan Blokhuizen. Oh, wie? Irene is het? Nee. Ik weet het niet. Ja, die weet ik ook niet. Ja, ik stopte me. Geen idee. Ja, die weet je wel. Die had gewonnen met goud. Volgens mij. Ook schaatsen. Echt waar? Maar weet je ook hoe ze heet? Ter Moors of zo. Ja. Oh, dat is die... Die heeft gewonnen, dat weet ik wel. Jorien Ter Moors. Goed. Nou, uit de interviews kunnen wij concluderen dat de Nederlanders redelijk op de hoogte zijn van de Olympische Spelen. Maar Nederland is nu eenmaal een schaatsland en daar kunnen we het ook beter bij houden. Terug naar jou, Nanne. Dankjewel, Eline. Super tof dat je voor ons even de straat op ging. Het viel me eigenlijk nog best wel mee hoeveel mensen wisten wie was. En, vond je niet? Ja, ik vind het knap. Ik zou het echt niet weten. Nee? Nee, echt niet. Nou, ja, ik ben een pro, dus ik zei, nou goed. Iets anders. We hebben 2 kaartjes weg te geven voor de film RoboCop. Die draait sinds kort in die bioscoop. Mijn Martin Noah op de filmfabriek heeft hier al een review over gemaakt. En op zijn kanaal vind je ook een trailer. Dus als je dat wil zien, moet je eventjes hieronder gaan kijken in de beschrijving. Daar vind je een link. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen om de kaartjes te winnen is je te abonneren op What's New. En even in de comments achterlaten wat je van het nieuws vond. Nee, specifiek. Zou je overstappen naar Telegram of blijf je lekker bij WhatsApp? WhatsApp. Ja, ik blijf voorlopig nog even bij WhatsApp. Als je deze video leuk vond, wat moet je dan doen? Even een duimpje omhoog geven, abonneren en natuurlijk gewoon de volgende keer weer kijken. Ja, we zijn aankomende dinsdag bij je terug met een korte update. Nieuw deze week is de update op de woensdag door Anouk de Pater. Aankomende donderdag ben ik er weer. En aankomende zaterdag met een lange review. Yes. Dus dat wordt een hele leuke week. Bedankt voor het kijken. Hoi. Doei.